Gamen is echt niet alleen een spelletje spelen, het is een sport. Gamers willen erkenning van NOC-NSF en de sportkoepel ziet dat wel zitten. We laten ook iedereen die bezig is met nieuwe sporten de kans om een nieuwe sport te ontwikkelen. En daarin zou e-sports best wel eens een sport kunnen gaan worden. Arnhem noemt zich Bitcoin-hoofdstad van de wereld. Op 40 plekken kan je al met de virtuele munt betalen. Ik ben er wel fan van dat je gewoon alleen met je telefoon kan betalen. Dus je geen betaalpassen meer nodig hebt. Dit is NOS op 3. Goedenavond. Duizenden gamers zijn vandaag in Zweden bij elkaar gekomen voor Dreamhack. Dat is een groot gamefestival waarvan de wedstrijden door miljoenen mensen wereldwijd live worden bekeken. Als de toernooien zou de Nederlandse e-sportbond hier ook wel willen zien. Lidmaatschap van NOC-NSF moet daarbij helpen. Game-toernooien zoals nu Dreamhack in Zweden kennen we niet in Nederland. Een plek waar gamers als helden worden onthaald, waar analisten live commentaar geven. De Nederlandse e-sportbond wil de e-sport hier ook professionaliseren. Lidmaatschap van NOC-NSF staat hoog op het verlanglijstje. En de tijd is er rijp voor, vindt ook de 22-jarige Koen, die best wel goed is in het racespel Trackmania. Derde op het WK vorig jaar, 2013. In de Benelux ben ik heel vaak eerste geworden bij evenementen. Verdien je er ook wat mee? Ja, ik sta onder contract bij Team Acer. Heb een salaris elke maand. Kun je daarvan rondkomen? Nee. Het is nog helaas geen zo mooi salaris dat ik op mezelf kan wonen. Volgens Koen gaat er een wereld voor e-sports in Nederland open als de e-sportbond wordt erkend door NOC-NSF. Ik denk dat het vooral voor de e-sports in Nederland en in het algemeen in Nederland een enorme vooruitgang is, omdat het dan toch meer publiciteit krijgt. Ongeveer 8 miljoen Nederlanders gamen wel eens, op pc, tablet of smartphone. Ruim 70.000 Nederlanders doen aan e-sports. Bij NOC-NSF denk je al snel aan grote sporten. Voetbal, hockey, tennis, maar niet zo snel aan e-sports. Sterker, is gamen eigenlijk wel een sport? NOC-NSF denkt van wel. Wat sport is best wel een moeilijke vraag. Waarbij wij zeggen van, we laten ook iedereen die bezig is met nieuwe sporten de kans om een nieuwe sport te ontwikkelen. En daarin zou e-sports best wel eens een sport kunnen gaan worden. Gamen zou een sport kunnen worden erkend door NOC-NSF. Ja, wat wij belangrijk vinden is wat er internationaal gebeurt. Als de internationale erkenning is dat het echt een sport is, dan dat is voor ons een van de belangrijkste voorwaarden om ook lid te kunnen worden van NOC-NSF. Dus als dat het geval is, dan kan e-sports in principe lid worden van NOC-NSF. De e-sportbond denkt volgend jaar aan alle voorwaarden te voldoen. Game-experts wijzen wel op het bijzondere karakter van e-sports. Het zijn natuurlijk niet spellen die zijn ontwikkeld voor spelers, door spelers zelf, maar dat zijn commerciële spellen. Er zit gewoon een bedrijf achter die er geld mee verdient. Dus het spelen van dit soort games en het streamen van dit soort games via platformen is eigenlijk een vorm van gratis reclame voor dat spel. Die miljardenbedrijven, is dat iets waar NOC-NSF problemen mee heeft? In principe niet, zou ik zeggen. Kijk, elke sport heeft zijn eigen eigenaardigheden. Er zijn meer sporten die een miljardenindustrie zijn. Als je kijkt naar paardensport, is ook een echte miljardenindustrie. Maar dat is niet een afweging om te kijken of een sport wel of geen lid van NOC-NSF kan worden. Koen race nog wel een aantal jaar door. Wat hem betreft in de toekomst ook in uitverkochte stadions in Nederland.